De vijf beste tips om Ultimate Team mee te beginnen. De allereerste Nederlandse Eredivisie-speler van de maand. En ook nog eens een gloednieuwe Nederlandse icon in FIFA 22. Hier gaan we het allemaal over hebben in de gloednieuwe aflevering van The Corner van EA Sports. Hallo allemaal, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van The Corner van EA Sports. Mijn naam is Alex Brands, beter bekend als Kazooie94. En vandaag gaan we het hebben over een aantal gloednieuwe dingen met betrekking tot FIFA Ultimate Team. Laten we beginnen met de 5 beste tips om jouw Ultimate Team te starten. Als eerste is het natuurlijk heel erg belangrijk om jouw allereerste team op orde te hebben wanneer je jouw FIFA Ultimate Team journey begint. Maak daarom aan het begin de juiste keuze en kies het juiste land die bij jou past. Denk bijvoorbeeld aan nationaliteiten als Frankrijk, Spanje, Brazilië, maar ook Nederland. Dit soort spelers zijn natuurlijk verspreid over de hele wereld. En daardoor ben je niet gelimiteerd aan één specifieke competitie, maar kan je dus een soort van team maken met spelers uit de Bundesliga, uit de Eredivisie en misschien wel uit de Spaanse competitie. Mijn tip is daarom ook om voor de Franse of voor de Braziliaanse nationaliteit te kiezen. Zodra je basisteam hebt samengesteld en elke speler staat op de juiste positie, kan je ook nog eens kiezen voor een leenspeler. Je drukt simpelweg op de positie waar jij een betere speler wilt hebben, kies uit een van de geselecteerde spelers en mocht er nou een speler tussen zitten waarvan je denkt, liever niet, liever een andere positie, druk je op rondje en kies je weer een andere positie. En zo kan je natuurlijk een van de beste spelers helemaal aan het begin van Ultimate Team al gelijk in jouw team hebben. Vergeet natuurlijk niet dat het een leenspeler is en deze na een x aantal wedstrijden niet meer bruikbaar is in je team. De tweede tip is objectives. Objectives zijn een van de belangrijkste onderdelen van jouw Ultimate Team. Deze objectives verschillen natuurlijk per seizoen, maar ook per week. En daarom is het heel erg belangrijk om ze nauwkeurig in de gaten te houden. De derde tip is squad battles. Dit is een van de makkelijkste manieren om snel aan rewards te komen. En je kan ook nog eens op je eigen niveau spelen. Hoe lekker is dat? Je hebt elke week 40 potten die je maximaal kan spelen en gebaseerd op jouw ranking krijg je rewards. En uit deze rewards kan je natuurlijk jouw team verbeteren, waardoor je misschien klaar bent om online te gaan spelen. De vierde tip is ook niet onbelangrijk. Squad building challenges of in het kort SBC's. Ook aan het begin van Ultimate Team zijn deze heel erg belangrijk en heel makkelijk om te voltooien. Het is ook een van de makkelijkste manieren om snel pakketjes te krijgen en jouw team te verbeteren in Ultimate Team. Kijk daarom ook elke week welke nieuwe SBC's er zijn en wie weet zit er wel een speler die jij aan je Ultimate Team kan toevoegen. En als laatste, de vijfde tip, zijn de preview packs in FIFA 22. Dit is een heel nieuw concept dat aan het einde van FIFA 21 is toegevoegd aan de game, waarbij je elke 24 uur gratis een pakketje kan previewen. En mocht het nou een pakketje zijn waarbij je misschien een hele goede speler krijgt, kan je hem natuurlijk kopen. En mocht er nou iets in zitten waarvan je denkt, liever niet, dan laat je hem simpelweg staan. En dan gaan we over naar iets gloednieuws in FIFA Ultimate Team. De allereerste Eredivisie speler van de maand. En het is niemand minder dan Guus Steel van Feyenoord. De onlangs overgekomen middenvelder heeft tot nu toe een uitstekend seizoen gedraaid bij Feyenoord. En is daarom speler van de maand geworden in de Eredivisie. En het is ook de allereerste keer dat een speler van de maand van de Eredivisie in FIFA 22 verschijnt. En zijn SBC is nu nog beschikbaar. Hij is beschikbaar tot 21 oktober. En wat je daarvoor moet inleveren is een 83 gemiddeld team. Daarvoor krijg je een 82 gemiddelde Guus Steel terug die een centrale aanvallende middenvelder is. En als je zo naar zijn stats kijkt, 79 pace, 83 dribbling, 82 shooting, 71 defending, 81 passing en 80 fysiek. Is het misschien wel een van de betere Nederlandse box-to-box middenvelders die je kan hebben in FIFA 22. Je kan hem natuurlijk heel makkelijk linken met diverse spelers uit de Eredivisie, waaronder ook van Feyenoord. Maar mocht je nou een team hebben uit een andere competitie, bijvoorbeeld de Spaanse competitie, dan kan je hem natuurlijk linken met spelers als Memphis Depay en Frenkie de Jong. En dan gaan we het hebben over de gloednieuwe icons van FIFA 22, waaronder de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, niemand minder dan Robin van Persie. Zoals altijd hebben icons 3 verschillende versies en dit zijn ze van Robin van Persie. De base versie van Robin van Persie is 87 algemeen met 87 pace, 90 dribbling, 89 shooting, 84 passing en 73 physical. En gaat voor zo'n 1 miljoen coins op dit moment op de markt, wat natuurlijk heel veel munt is, maar dat komt natuurlijk omdat het een nieuwe icon is. Een tweede versie is iets goedkoper, maar ook ietsjes minder snel. 89 gemiddeld met 83 pace, 88 dribbling, wel wat betere shooting, 92, 85 passing en ook 75 physical. En deze gaat op het moment voor rond de 800.000 munten, wat natuurlijk ook nog heel veel coins is. En dan zijn prime versie, de beste versie van Robin van Persie, die is 91 algemeen, 85 pace, 90 dribbling, 94 shooting, 87 passing en 74 fysiek.
Ook hebben we natuurlijk nog een aantal andere gloednieuwe icons, waaronder de rechtsback legend van AC Milan, Cafu. Doelman Iker Casillas, waar menig Nederlander misschien nog wel een trauma aan heeft overgehouden. De WK-finale van 2010 zit bij mij in ieder geval nog best wel diep. En we hebben natuurlijk ook de Manchester United legend Wayne Rooney. We hebben inmiddels ook al de allereerste FIFA 22 promo achter de rug gehad. De ones to watches, de spelers die dus beter kunnen worden naarmate hun prestaties met hun clubs, maar ook wanneer hun zelf heel goed presteren op het veld. We hebben een aantal Nederlandse spelers uitgelicht die onlangs natuurlijk een transfer hebben gemaakt. Denk hierbij aan Denzel Dumfries die nu voor internationale speelt. Donjan Malen die verkast is naar Borussia Dortmund. Steven Berghuis die natuurlijk de pikante transfer heeft gemaakt van Feyenoord naar Ajax. Ook Memphis Depay heeft een Monster Watch te pakken die natuurlijk naar Barcelona is gegaan. En we hebben natuurlijk ook nog twee spelers gehad, waaronder een SBC en een Objective in Jorginho Wijnaldum die nu nog beschikbaar is. En we hebben ook Justin Kluivert gehad die kon vrijspelen door middel van een Objective. Laat natuurlijk even in de reacties weten welke Nederlandse Monster Watch jij hebt uitgeprobeerd in FIFA 22. En dan zijn we alweer aangebroken aan het einde van de video. Mocht je deze video nou leuk vinden, druk dan natuurlijk even op een like. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En druk even op dat belletje zodat je geen video mist van de corner van EA Sports. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Joejoe!